NEC speelde zaterdagavond de uitwedstrijd bij FC Twente. In een slechte wedstrijd liep Twente makkelijk uit na een 3-0 overwinning. Na afloop spraken we met J. Roy Grot en Peter Huballa. Peter, je commentaar op de wedstrijd alsjeblieft. Ja, commentaar 4-2 tegen de bal. De bal waar we naar buiten lenken was eigenlijk heel compact. We hebben het tempo van Twente verlangzaamd. En dat was het idee. Maar goed, na 13 minuten kreeg je weer een standaard situatie. En staat weer 1-0, dat is natuurlijk voor de jongens dan moeilijk. Dan zijn we in de wedstrijd, maar niet in de balwedstrijd. We zijn toch een beetje meer alleen aan het verdedigen. Tweede helft willen we een beetje forceren. Ook een beetje in de pressing eerste lijn gaan. Maar ook compact blijven, omdat wij ook... Ik heb dat natuurlijk gevoeld, ja goed, groot winnen doen we eigenlijk niet. Maar we kunnen natuurlijk ook altijd als 1-0 staat op de 1-1 komen. Ja goed, dan de inworp dan voor de tegenstander wordt 2-0 en dan wordt dat natuurlijk moeilijk. Zo, dan heeft Heinlo het verder aangegeven dat ze eruit komen door blessures. Hebben we nog maar geforceerd met Dario de laatste minuten. Zijn toch een beetje meer balbezit geweest, maar dan weten we niks met aan te vangen met de bal. En dan, komt nog de laatste doelpunt, maar die doet dan ook niet meer zo pijn. In principe, als je er nuchter naar kijkt, Ajax thuis kun je verliezen, Twente uit kun je verliezen. Volgende week moet echt de beuk erin tegen Excelsior. Ja, maar je moet je eerst vandaag eventjes doen. En omdat we natuurlijk iedere week dat nu zeggen. En, maar natuurlijk, Excelsior is in onze regio van de stand. Ja, goed, dat is natuurlijk de absolute finale. Nou, want hoe frustrerend is het dat de concurrenten steeds maar punten blijven pakken? Nou, dat is niet frustrerend. Dat is ja ook normaal. Nou, dat je ook maar punten pakt en wij pakken helemaal geen punten. En daarom staan we natuurlijk nu daar waar we staan. Kun je iets vertellen over de supporters die in de kleedkamer waren? Wat werd daar gezegd en hoeveel mensen waren er? Ik heb geen idee hoeveel, alleen ze zeiden gewoon dat ze achter ons stonden. Ze leven voor de club en we moeten toch alles geven om in de Eredivisie te blijven. Haalden jullie daar inspiratie uit? Hoe was dat? Ik had het gevoel van wel. Daarna was iedereen wel opgepept. Ik zag ook al een mooi gebaar van de supporters. Dus we waarderen het wel.